Goedenavond, mijn naam is Rudy Franks. Rudy Franks heeft door het hele Midden-Oosten gereisd en hij vreest dat de westerse dreiging tegen Irak wel eens als een boemerang zou kunnen terugkeren. Welkom bij Nachtwacht. Gisteren stelde VN-wapeninspecteur Hans Blix zijn rapport voor over Irak. En nog steeds lijkt een oorlog onafwendbaar. In de Arabische wereld zal zo'n oorlog beschouwd worden als een zoveelste klap in het gezicht door het arrogante Westen. En die klap kan zware gevolgen hebben, beweert mijn gast van vanavond. Welkom Rudy Franks. Rudy, jij was een paar weken geleden nog in Irak toen de oorlogsdreiging al heel reëel was. Wat leefde daar toen onder de mensen? Wel, in de eerste plaats, als je met Arabieren in het algemeen, maar zeker ook met Irakezen praat, die zijn heel trots. Ze gaan nooit publiekelijk zeggen van wij hebben schrik, wij hebben angst. Opmerkelijk vond ik trouwens toen, een van de laatste dagen dat ik daar was, we kwamen van de rechtstreekse televisieuitzending terug, dat was rond middernacht, waar ze gewoon gele en witte strepen aan het schilderen op de bruggen van Bagdad. Zo, om middernacht. Ik denk van, dit is alles gênant gewoon. Mm-hmm. Ik bedoel, die bruggen worden platgebombardeerd over enkele weken, hè. Maar nee, daar werd niet in. Het leven gaat gewoon verder. Hamsteren de mensen? Als je dan daarachter gaat kijken, mensen al iets beter kent, dan zie je, ja, ze hamsteren. Ze hebben voor maanden voorraden opgeslagen in de mate van het mogelijke, dat ze het geld mm-hmm. hebben. Ze krijgen ook rantsoenen. Maar vooral waar ze ongelooflijk veel angst voor hebben, is voor het water. In 91, bij de vorige oorlog, hebben zij maandenlang zonder drinkbaar water gezeten. Je hebt nu mensen die zelf overal pompen aan het mm-hmm. boren zijn in hun tuin. Of gewoon 100 flessen water in de kelder hebben opgeslagen, bijvoorbeeld. Ja. Nu, je hebt ook in andere landen in het Midden-Oosten gereisd. Voelt men zich daar ook bedreigd? Bedreigd rechtstreeks niet met oorlog, om zo te zeggen. Maar ze voelen wel aan alsof het Westen, Amerika, Groot-Brittannië, vooral dan zij, voor de zoveelste keer eigenlijk een inval doen in het Midden-Oosten. Dat zij voor de zoveelste keer vernederd worden. En je leest ook vaak, dat is niet bij de gewone mensen dan, maar dat leeft wel bij de intellectuelen, zo het gevoel van de kruistochten. Ook Bush heeft trouwens een immense mm-hmm. flater geslagen in het begin van de Afghanistan-oorlog, dat hij sprak over a crusade. In het Westen gaat dat ongemerkt voorbij, maar daar niet, daar leeft men nog mee echt. Ja, in sommige streken daar heeft een kruis hetzelfde effect op mensen als een hakenkruis hier. Wel, het kruis op zich als symbool niet, want er zijn heel veel christelijke minderheden, maar gewoon het besef, het begrip dat het Westen eigenlijk superieur is aan het Oosten, aan de Arabische wereld, mm-hmm. aan de islam, en dat zij voor de zoveelste keer vernederd worden en eigenlijk moeten erkennen dat zij hun eigen lot niet in handen hebben. Ik denk dat dat vooral het gevoel is. Ja. En daar is dan die kruistocht het symbool van. Ja. Je noemde de Eerste Golfoorlog. Toen brak er overal in de Arabische wereld straatprotest uit. Ambassades werden aangevallen, toeristen werden lastiggevallen. Verwacht je opnieuw iets dergelijks? Het merkwaardige toen aan die golfoorlog, ik ben daar toen 2 maanden geweest, Syrië, Jordanië, ook een heel korte tijd in Bagdad zelf, was dat men heel kalm was voordien. Dus ik kon het echt niet inschatten op dat ogenblik. Maar op het moment dat de eerste bommen vielen, dan sloeg dat echt om. We waren toen ook in een Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië. Mm-hmm. En dat mondde bijna uit op een lynchpartij, om zo te zeggen. We zijn toen echt moeten wegvluchten, terwijl ze op de auto aan het kloppen waren en zo. Er zijn collega's van mij die messteken gehad hebben. Dus het geeft een heel vreemd gevoel. En ik kan dus ook nu niet inschatten of het nu gaat omslaan. Wat ik wel het gevoel heb, is dat men nu minder politiek gemotiveerde betoging organiseert, minder gaat protesteren, dat de verbetenheid of de bitterheid, dat die veel dieper zit. Hoe komt dat? Ik denk uit hun machteloosheid. Ze hebben nu al, we zijn meer dan 10 jaar later, ze hebben het gevoel gehad dat ze eigenlijk nog minder dan toen een greep hebben op hun lot, een greep op hoe hun land evolueert, hoe hun cultuur evolueert. Ze voelen zich heel sterk in de steek gelaten, denk ik, door hun eigen leiders, die nu systematisch toch tonen dat zij machteloos zijn. Mm-hmm. Dat zij aan de ene kant in het zadel kunnen blijven, dus op hun troon kunnen blijven zitten, dankzij Amerika voor in grote mate. Dus zij voelen zich eigenlijk verouderd. Maar dat is toch een klein raadsel. Veel van de volkeren in het Midden-Oosten die zuchten onder een dictatoriaal regime. Dan zou je toch verwachten dat die een bevrijder als Amerika met open armen ontvangen? Ze zitten gevangen, in alle opzichten natuurlijk. Want als jij gaat Amerika steunen en met open armen ontvangen, dan, ik kan nog niet inschatten hoe men in Irak gaat, dat moet je pas zien op het moment dat die troepen daartoe komen. Hè. Maar als je nu gaat zeggen, en in de rest van de Arabische wereld zeker, dat Amerika de bevrijder is, dan ben je eigenlijk een verrader. Mm-hmm. Een verrader van de Arabische zaak. En tegelijk zitten ze gevangen in hun eigen regime. Eigenlijk moeten ze bijna kiezen tussen de pest en de cholera. Dus welke richting gaat het uit? De pest zijn de Amerikanen, en wat is dan de cholera? De cholera zijn hun eigen leiders. Mm-hmm.
die altijd, want je moet weten, als je de Arabische wereld, die leeft met zijn geschiedenis. 80 jaar lang zijn ze altijd door het Westen, hebben ze die bepaalde dictaturen in het zadel gehouden. Mm-hmm. Ze hebben de Saoedi's gesteund, ze hebben Egypte gesteund, ze hebben een tijdje Irak gesteund. Dus men is daar machteloos tegenover. Dus wat schiet er nog over uiteindelijk? De enige authentieke kracht die ik merk de laatste jaren in het Midden-Oosten, is eigenlijk het moslimfundamentalisme, het islamisme. En dat is het meest voor de hand liggende alternatief, dat is het voor zowel de Amerikanen als de machteloze eigen leiders. Dat is het authentieke. Dat is heel belangrijk. Dat is het authentieke alternatief. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben 80 jaar lang, en Osama Bin Laden heeft dat zelf ooit in 1996 verklaard, denk ik, in een grote oorlogsverklaring aan Amerika, aan het Westen, van 80 jaar lang hebben ze ons vernederd. Hebben zij een antwoord willen geven of hebben we een antwoord gezocht op de moderniteit? Namelijk, wij moeten moderniseren, we moeten onze achterstand inhalen, want ze waren gefrustreerd. Onze cultuur die ooit zo groot was, is nu, zie waar wij staan. Mm-hmm. We doen dat niet meer. Gedaan daarmee, we gaan eigenlijk afrekenen met die cultuur. We gaan alleen nog maar teruggrijpen naar onze eigen wortels, namelijk de islam. En een inval van de Amerikanen in Irak, zou dat proces alleen maar versnellen, denk jij? Dat zou gewoon olie op het vuur gooien zijn, volgens mij. Het hangt er ook vanaf hoe snel zo'n oorlog gaat verlopen, natuurlijk. Als het een snelle, propere oorlog is, wat de Amerikanen hopen, dan zou het kunnen zijn dat ze de gevolgen... Sta mij toe om daarop in te gaan met onze volgende gast, want dat is namelijk een specialist in oorlogsvoeren. Hij is professor krijgskunde en buitenlands beleid aan de Koninklijke Militaire School en de Universiteit van Leuven. Zijn naam is Luc De Vos. Welkom, Luc De Vos. Een oorlog met Irak zou het fundamentalisme in de hand kunnen werken en het averechtse effect bereiken van wat eigenlijk beoogd wordt. Hoe kunnen we dat voorkomen? Rudy Franks haalt aan een snelle oorlog. Het ideaal zou natuurlijk zijn dat Arabieren zelf dit probleem oplossen. Maar de toestand nu met een eindloze reeks economische sancties sinds 12 jaar is bijzonder slecht. Treft de zwaksten, de jongeren, de ouderen. Nu heeft u het specifiek over Irak, hè? Ja. Nu, als het komt tot een oorlog wat hoogst waarschijnlijk is, dan kunnen we allemaal maar hopen, en ik denk ook dat er een grote kans is, dat het een zeer korte oorlog wordt. Een zeer korte oorlog en dat daarna de overwinnaar grootmoedig is. Want alleen door grootmoedigheid kan je de zaak oplossen. Ik herinner aan dat de bezetting van de Amerikanen in Duitsland bijna een zegen was na het naziregime. Het was ook de beste bezettingszone. Zeker als je het vergelijkt met de Britse. Ja. Om maar te zwijgen van de Franse zone en om helemaal maar te zwijgen van de Russische zone. Nu, om even een beetje technisch te worden. Een snelle oorlog in Irak. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel, een scenario dat enigszins gelijkt op wat we gezien hebben in 91. Dit wil zeggen, beginnen met een luchtactie tegen commando, controle en communicatiesystemen waar radars worden aangepast, gepakt. En dit gebeurt normaal met precisiebombardementen. In 91 was 10% van alle bommen precisietuigen. In Kosovo was dat al 35%. Hier kunnen we denken... 10% en die 90%? Andere procenten, ja. Waar werden die opgelost? Maar dat was voor de andere fasen waar meer troepenconcentraties werden aangevallen enzovoort. Dus in die eerste fase kun je denken aan kruisraketten, aan heel nauwkeurige tuigen die dus precisiedoelen treffen. Waardoor je als het ware de tegenstander verlamt. De tegenstander die trouwens al erg verzwakt is als gevolg van die ongenadige economische blokkade en die en als het ware immobiel van de troon gestoten, is dat voldoende? Nee, dat is de eerste fase. Een tweede fase moet normaal een grondoperatie komen. Die wordt voorafgegaan met gevechtshelikopters en daarna wordt het terrein bezet door tanks en infanterie. Mm-hmm. Wat je kunt hopen is dat het regime in elkaar klapt. Maar daar ben je helemaal niet zeker van. Je kunt omgekeerde reactie hebben. Een van de grote problemen als je iets militair oplost, en dat is dat er altijd een aantal onbekenden zijn die je niet perfect kunt inschatten. Geen enkele... Irak zou net zo goed een volgende Vietnam kunnen worden. De kans is weinig waarschijnlijk, maar je kunt het nooit volledig uitschakelen. In de Arabische cultuur
worden sterke woorden gebruikt. Maar er is dikwijls een verschil tussen de sterke woorden en wat er werkelijk gebeurt. In 1991 heeft het Iraakse leger nauwelijks gevochten. We mogen natuurlijk niet vergeten dat de elite, de Republikeinse garde, eigenlijk nauwelijks aan de strijd heeft deelgenomen. Mm-hmm. Maar de ene divisie die dan wel gevochten heeft van de Republikeinse garde, was helemaal niet opgelost. Grote woorden, zegt u, weinig daden. Gelooft u dan ook niet in, waar Rudy een beetje voor vreest, een algemene reactie in het Midden-Oosten? Er zal zeker ongenoegen zijn. Maar als het kort duurt en daarna ben je grootmoedig en je helpt werkelijk de bevolking en je probeert er echt iets aan te doen aan problemen die nu al 10 jaar duren en die, denk ik, misschien erger zijn. Mm-hmm. Hoe vreed het ook is, dan een korte oorlog. Maar geen woedeuitbarstingen? Je kunt, dat kan gebeuren, maar als het niet lang duurt, dan kan dat niet woekeren. Wat nu aan de hand is, is natuurlijk niet goed. Het blijft duren, het is een permanent thema. We zijn aan onze 18e resolutie. Hè. Men zegt al 18 maal, je mag het niet doen, je mag het niet. Het wordt komisch. Hè. Dus, ja. Hebben de Amerikanen er eigenlijk een flauw idee van hoe ze die democratie in Irak willen installeren, eens het huidige regime gevallen is? Wel, we hebben als vergelijkingspunt natuurlijk de bezetting van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben ze vrij goed aangepakt. Natuurlijk was de gelijkenis groter. Al moet je toch zeggen dat de Amerikaanse maatschappij toch wel ook erg verschilt van de Europese maatschappij. Veel meer dan we doorgaans wel denken. Natuurlijk, de stap naar een Arabische wereld is duidelijk groter. Maar als je voldoende steun kunt vinden bij de bevolking en voldoet aan een aantal aspiraties die bij die bevolking leven, ik denk maar aan culturele autonomieën of deelstaten voor de Koerden, voor de Arabische Sjiiten. Daar gaan we straks verder op in. We gaan eerst even het nog hebben over de onvoorspelbaarheid van de gevolgen van een oorlog. De voorbije 100 jaar zijn de Amerikanen bijna 100 keer militair tussengekomen in een strategisch belangrijk deel van de wereld. En maar al te vaak liep zo'n interventie niet zoals voorzien. Peter van de Veire analyseert de gevolgen van een oorlog op een voor iedereen toegankelijke wijze. Beste Jan, volgens de VS is de wereld één grote chaos vol schavuiten en schurkenstaten. Wij zijn allang het overzicht kwijt, dus gaan we het iets aanschouwelijker voorstellen met Sheriff George van Amerika. Volgens hem is de wereld een speeltuin met allemaal kinderen die zelf niet weten wat goed voor ze is en waar dus ordnung moest zijn. Sheriff George doet alles met de beste bedoelingen. Zo vindt hij het doodnormaal dat hij zijn leger inzet in de strijd tegen de drugshandel. In 1989 viel in de VS Panama binnen om Manuel Noriega te verjagen, want hij liet de drugstrafiek in zijn land toe. Jammer genoeg vielen er 2000 Panamese slachtoffers en werd het drugsprobleem daarna alleen maar erger. In Colombia leidde de strijd tegen de drugs zelfs tot een echte burgeroorlog. Want wanneer de Amerikanen zich moeien in een conflict, dan kiezen ze hun vrienden. Het beroemdste voorbeeld komt uit de jaren 60. De sheriff wil de communisten weg uit Vietnam, dus krijgen de Zuid-Vietnamezen het juiste speelgoed. Maar het gaat fout. De Amerikanen lopen weg en de Vietnamezen mogen elkaar uitmoorden. Goed voor 2 miljoen slachtoffers. Zelf de baas spelen kan gevaarlijk zijn, dus installeert de sheriff af en toe een man ter plaatse. In 1973 zorgt de CIA ervoor dat het Chileense volksleger van Allende verdwijnt en brengt generaal Pinochet aan de macht. Hij belooft op zijn communizieltje dat hij vreedzame hervormingen zal doorvoeren. Maar Pinochet is geen goede katholiek, want tijdens de eerste 10 jaar van zijn bewind worden er 50.000 arbeiders vermoord. De dictator kan zich natuurlijk ook tegen de sheriff keren en dan wordt de sheriff boos. Heel boos. Zo boos dat hij alles omverblaast. Wanneer de VS Irak aanvallen tijdens de Golfoorlog, vallen er 100.000 burgerslachtoffers en dat terwijl de dictators blijven zitten. Gaddafi in Libië, Kim in Korea en Saddam in Irak overleven alle boycotts en aanvallen van de Amerikanen. Alleen de bevolking wordt er het slachtoffer van. Logisch gevolg is natuurlijk dat dun Amerikaan zich niet echt sympathiek maakt bij de rest van de wereld. Er komt kritiek vanuit de speeltuin. De kindjes in de zandbak steken al eens een tong uit, verbranden een vlag of erger, ze spelen kamikazeke op het land van de sheriff zelf. Beste Jan, je kan je afvragen of de sheriff eens niet dringend verder moet kijken dan zijn stijl lang is.
Ja, Luc, om een ander voorbeeld te noemen. In Afghanistan is een dictatuur omvergeworpen, maar een echte democratie is het daar nog steeds niet. Te zeggen dat eigenlijk niemand precies weet hoe het daar nu precies zit. De perfectie is niet van deze wereld, maar ik stel vast dat de meisjes opnieuw naar school mogen en dat wat nu aan de macht is, toch minder erg is dan wat vroeger aan de macht is. Mm-hmm. Je zou natuurlijk nooit weten hoe het zou geëvolueerd zijn zonder interventie. Dat is ook een belangrijke vraag die je kunt stellen. Maar het regime dat aan de macht was, was bijzonder slecht. Het vernietigde het cultureel erfgoed. Het behandelde de vrouwen op een bijzonder slechte wijze. Het was een safe haven voor allerlei toeristische organisaties. Maar nu zijn het toch ook meer warlords en privélegers die de plak zwaaien? De zaak is niet onder controle, dat is duidelijk. De zaak is zeker niet perfect. Maar ik denk als je moet kiezen tussen de twee oplossingen, dan is de huidige minder slecht. Ik zeg wel minder slecht dan de vorige. Ja, Rudy. Ja, ik heb het gevoel dat te weinig aan aandacht besteed wordt aan het nation building, aan het opbouwen van een land daarna. Ja. De Amerikanen zijn heel sterk in het voeren van oorlog. Heel kort, dat gaan ze ook in Irak doen. Maar wat daarna? Ook trouwens Saudi-Arabië. Ze hebben daar tienduizenden soldaten achtergelaten na de vorige Golfoorlog. Resultaat, Osama Bin Laden is legitiem geworden en is met zijn terreurcampagne kunnen beginnen. Ja. Dit dreigt opnieuw te gebeuren. Ik denk dat inderdaad na een conflict moet je tijd nemen. En je moet bereid zijn om aan nazorg te doen, om een maatschappij op te bouwen. En je moet dat opbouwen van beneden naar boven, mensen helpen en toch dat op een discrete wijze doen. Ze zijn daar perfect in geslaagd in Duitsland, maar dat was een stuk gemakkelijker na de Tweede Wereldoorlog. Maar kan je dat überhaupt in een land dat nooit eerder democratie heeft gekend? In West-Europa, Duitsland, was het toch eerder een kwestie van het opnieuw installeren. Terwijl ga je de mensen met iets totaal nieuws moeten laten kennismaken. Je kan geen democratie van bovenuit installeren. Dat moet van onderuit groeien. Ja. En Amerika heeft altijd, tientallen jaren lang, de verkeerde regimes gesteund. Namelijk die regimes die eigenlijk hun eigen volk onderdrukken. De democratie. Jij bent wat dat betreft heel pessimistisch ingesteld over de slaagkansen van een democratie. Zelfs al wint Amerika. Ze hebben alleszins niet het verleden mee. Nee. De Amerikaanse democratie is een democratie die van onderuit gekomen is. De onze is een democratie die van bovenuit gekomen is, wil ik toch maar opmerken. Hè. Dus zij hebben de traditie van onderuit hè, en wij hebben de traditie van bovenuit. Hè. En in dus wil de Arabische wereld hebben ze traditie helemaal niet. Hebben ze geen traditie, dat klopt. Maar kijk, wat men kan opbouwen zal zeker niet perfect zijn. Maar ik kan me moeilijk inbeelden dat wat in de plaats komt slechter zal zijn dan wat nu aan nu, de macht is. De Amerikanen gaan verder. Zij zeggen, we gaan niet alleen in Irak een democratie installeren, maar we gaan er ook vanuit dat dat een soort domino-effect zal hebben op de hele regio. Hoe schat je die kansen in? Ze hebben dat, denk ik, dat het de grootste misrekening dreigt te worden. Zij hopen eigenlijk met name dat ze na Irak, dat Syrië dat een gelijkaardig regime heeft, ook zou kantelen. Dat men in Iran, waar eigenlijk een zeer authentiek fundamentalistisch regime ontstaan is, niet te vergeten, na een verkeerde ingreep van de Amerikanen in de jaren 50, daarna hebben ze de Shah gesteund en uiteindelijk is zo Khomeini ontstaan. Dus zij hopen dat ze zo de hele regio kunnen langzaamaan hervormen. Dat is de grote gok, het hoge spel van de Amerikanen. Ik vrees dat zij leerling-tovenaar zijn, dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. Nu, de Amerikanen beseffen dat als je Israël geen veiligheid kunt garanderen, dat je het probleem van het Midden-Oosten niet oplost. En dus moet je eigenlijk beginnen met de staten die in de omgeving van Israël liggen, zodanig als Israël niet meer het gevoel van onveiligheid heeft, dat Israël de nodige toegevingen doet naar de Palestijnen en de Palestijnen kunnen komen tot een eigen staat en een normale samenleving. Dat is ergens wat men zou noemen een verborgen agenda. Over die vrije publiek is. Gaan we het straks hebben. Ik wil u nog één ding vragen. Het valt niet te ontkennen dat er zijn verschillende interventies geweest in islamitische landen. Het effect is altijd geweest een verschuiven in de richting van fundamentalisme. Wel, die kans is niet onwaarschijnlijk in die zin dat, Rudy heeft dat terecht gezegd, dit is van het meest authentieke. Dat ligt dichtst bij hun roots. Maar, kijk, men zal waarschijnlijk, als men een nieuwe maatschappij wil construeren, moeten teruggaan voor een stuk naar de roots van de maatschappij. En de godsdienst is in essentie zijn de roots van onze maatschappij. Dat is ook bij ons zo. We kunnen alleen maar hopen dat dat gebeurt op een manier die aanvaardbaar is en die menselijk blijft. Mm-hmm. Dat is al wat we kunnen hopen. Wel, daar wil ik op die vraag of Irak een
een modeldemocratie zou kunnen worden, wil ik even ingaan met mijn derde gast. Die bestudeert al jarenlang de ingewikkelde machtsverhoudingen in en rond Irak. Zijn naam is Bert Cornili. Welkom Bert, jij bent ook recent in Irak geweest. Denk jij dat de Irakezen erop vertrouwen dat de Amerikanen hen democratie kunnen komen brengen? Ik vrees het niet. Ik denk dat de Irakezen zelf te veel tegenslagen gekend hebben om nu nog te vertrouwen op een mooie nieuwe strategie voor democratie. Vooral omdat in 1991 er een volksopstand was. 14 van de 18 provincies stond niet meer onder de voogdij van Saddam Hussein. En toen heeft het Westen uiteindelijk zijn rug gekeerd. Heeft ervoor gezorgd dat er een zeer zware repressie kwam, vooral in het zuiden. Daarna zijn er natuurlijk wel... De Amerikanen hadden zelfs opgeroepen tot die opstand. Ja. Er was dus een oproep aan het leger, maar ook aan de bevolking, om het heft in eigen handen te nemen. Wat is er gebeurd? Het leger kwam niet in opstand, maar de bevolking wel. En dan... hebben ze voor een verzwakte Saddam Hussein gekozen, omdat ze niet klaar waren voor een nieuw systeem in Irak. Nu zeggen ze dat ze wel klaar zijn, maar dat moeten we nog zien, want de Iraakse oppositie heeft wel veel steun gekregen. Wat is het verschil dan? Wat wist Amerika of kon Amerika 12 jaar geleden niet wat ze dan nu wel denken te kunnen? Nu hebben ze op een bepaalde manier een nieuw Irak voorbereid. Maar wat zien we? Dat net nu er bepaalde vertragingsmanoeuvres zijn om tot die oorlog te komen, Amerika zeer pragmatische keuzes maakt. Dat wil zeggen dat de Iraakse oppositie beetje bij beetje meer aan de kant geschoven wordt. Ondanks de voorbereidingen, ondanks de mooie documenten, ondanks de pleidooien voor een federaal Irak gebaseerd op een pluralistische en democratische samenleving. De Turken hebben ze nodig. Ze hebben ook nog het leger nodig, want ze willen dat er orde is in Irak na een aanval. Dat wil zeggen dat ze niet te veel concessies kunnen doen. En die hebben ze vroeger wel gedaan. Ze hebben gezegd, ja kijk, we moeten voor de Shiiten een oplossing vinden. We willen ook dat de Koerden op een bepaalde manier kiezen voor een toekomst binnen Irak. Mm-hmm. En nu zien we dat dat beetje bij beetje verdwijnt. Want ja, de Turken zullen niet meedoen als er geen garanties zijn dat de Koerden niet voor meer autonomie gaan dan dat ze nu hebben. De Shiiten moeten afstand doen van Iran, wat ze vroeger ook gedaan hebben, maar wat het Westen nooit zag. Irak is een amalgaam, van al die groepen, Soenieten, Shiiten, Koerden zoals je aangeeft, Bedouinen. Hebben de Amerikanen echt benul van waar ze in terecht komen? Dit is nog wat ingewikkelder dan Vlamingen en Walen. Je mag de Amerikanen toch ook niet onderschatten op dat gebied. Hè? Amerikaanse universiteiten zijn op velerlei vlakken meer dan toonaangevend. Hè? Zij zijn het land dat niet alleen op het vlak van de toegepaste wetenschappen... Maar ik lees alleen maar dat de CIA nauwelijks mensen in dienst heeft die Arabisch kunnen. Dat was vroeger. Dat is zeker niet meer het geval, omdat vroeger was de CIA en alle inlichtingsdienst, alles was gericht op het communisme. Alles stond in het teken van Rusland. Men kende Russisch, Pools, Tsjechisch, maar ja... Maar het gaat niet om weten of kennis hebben over wat er gebeurt. Ze weten inderdaad heel veel. Het grote probleem is dat de Amerikanen zeer pragmatisch zijn. Ze hebben een bepaald doel en dat kan dan bereikt worden door verschillende strategieën. En dat zien we heel goed bijvoorbeeld op vlak van het Noordelijke Front. Dat Noordelijke Front is zeer belangrijk, ondanks dat ze ook wel zonder dat front kunnen. Maar goed, het is beter met dat front. Ja, de Turken zijn daar eigenlijk noodzakelijk. Dus gaan ze toegevingen doen aan de Turken. Ja, dat kunnen we wel begrijpen vanuit een politieke logica, maar niet als je 11 jaar aan een stuk gezegd hebt dat een Irak na Saddam Hussein moet gebaseerd zijn op de eenheid van Irak met democratische rechten voor verschillende bevolkingsgroepen. Dus dat kunnen ze nu niet maken. Als ze bijvoorbeeld de Turken dan toch niet zouden betrekken, wat ik betwijfel, want de Turken zullen sowieso meedoen, dan zouden ze terug naar de Koerden gaan. Maar ondertussen zijn de bruggen verbrand. Ondertussen weten de Koerden hoe laat het is. Ondertussen weten ze dat een zoveelste verraad een feit is. Mm-hmm. Ja, je hebt het boek geschreven, samengeschreven. In de schaduw van Saddam heet het. Het gaat over de situatie van de Koerden in Irak. Koerden worden zowat overal onderdrukt. Jij klinkt nu heel pessimistisch over de kansen dat daar echt verandering in komt. Ik ben tamelijk pessimistisch, maar toch blijf ik hopen dat het experiment dat de laatste 11 jaar toch een kans gekregen heeft, waar de Koerden
met vallen en opstaan ervoor gezorgd hebben dat er toch een bepaald soort rust was voor de bevolking na de verschrikkelijke jaren 80. Dat ze ook aan hun eigen systeem van onderuit konden bouwen. Wel, ik hoop dat dat experiment wel op een bepaalde manier kan verankerd worden in de Iraakse staat. En dat moet mogelijk zijn. Maar de vraag is, als er een Turkse bezetting is, als er meer invloed is van andere landen, want Iran en Syrië zullen sowieso niet afwezig blijven, ja, wat moet er dan van worden? De territoriale integriteit, dus de eenheid van Irak, was een principe. Is dat altijd geweest? De Koerden hebben toezeggingen gedaan. Mm-hmm. En nu blijken de Amerikanen zelf te kiezen voor iets dat eigenlijk niets meer te maken heeft met die eenheid van het land Rudy, zelf. Hangt er een nieuw Libanon in de lucht? Ik wil toch één zaak onderstrepen. De zaak van de Koerden, die experiment werd mogelijk gemaakt door de Amerikanen, niet door ons Europeanen. Mm-hmm. Nee, toch wel maar onderstrepen. Van, ja, maar de Koerden zijn al wel verschillende keren in opstand geweest. Het is een oud verhaal natuurlijk. Maar het feit dat ze in Noord-Irak een hoge mate van autonomie hebben, is... We moeten dat toegeven dankzij de Amerikanen en niet dankzij maar wij. Heel even zo chauvinistisch zijn. Het is eigenlijk dankzij de pers, omdat daar een heleboel afschuwelijke beelden naar buiten kwamen van Koerden die verraden waren, in de steek gelaten waren en aan het sterven waren daar. De Amerikaanse en toen zijn Amerikanen de Amerikaanse onder druk pers van de publieke opinie moeten ingrijpen. Maar het is dus Amerikaanse pers, het is de Amerikaanse publieke opinie, het is uiteindelijk de Amerikaanse regering. En de Turken zeggen dat zij uiteindelijk gezorgd hebben voor dat experiment. Dat zij ervoor gezorgd hebben dat er dat mogelijkheid met was. Met de grootmoedigheid. Ja. Nu, de hangt realiteit, er een nieuw Libanon in de lucht? U sprak er straks over Vietnam. Maar eigenlijk, als je het met iets moet vergelijken, als het zou fout lopen, dan is het een soort van Libanon. Correct. Waarbij al die verschillende etnische groepen elkaar niet terugvinden en zeker niet in een eenheidsverband binnen de staat Irak. Mm. Een democratisch Irak, zoals Amerika dat wil. En wat ik vrees, op dit ogenblik een utopie zou kunnen zijn. Ja. Ik ben het volledig eens met Rudy. Het grootste gevaar is een scenario zoals in Beirut. Ik denk vooral aan Beirut, Bagdad, grote agglomeratie, met al die tegenstellingen, milities, ongecontroleerd, stadsgevechten. Dit is inderdaad het doemscenario. Mm-hmm. Bert? En dan zal het zeker niet gepast zijn dat de westerse pers zal zeggen dat het eigenlijk te maken heeft met de bevolkingsgroepen zelf. Wat ik belangrijk vind, is dat er een gemeenschappelijk project was, dat wij dus moeten beseffen dat er echt wel een mooi plan is en dat als dat niet gebeurt, het te maken heeft met de militaire strategie. Mm-hmm. En dat is zeer spijtig, maar wat we nu zien gebeuren, is uiteindelijk een soort verraad. Wat doe je dan met het bericht, want we wijken dan in dat opzicht af van het terrorisme, wat doe je dan met het bericht dat iemand als Osama Bin Laden eigenlijk bijna een objectieve bondgenoot van de Amerikanen is, indien Amerika Bagdad zou bombarderen? Dat zou willen zeggen dat er een grote golf van frustratie door de Arabische wereld gaat razen, die maakt dat hij meer mensen zou kunnen recruteren als toekomstige terrorist. Dat is ook wat er gebeurd is na 1991. Mm-hmm. Ik denk dat Amerikanen daaraan voorbij gaan. Als je het probleem van het terrorisme wil aanpakken, en daar zijn we toch van begonnen na de Twin Towers, dan moet je de frustratie wegnemen. Mm-hmm. Dan moet je niet alleen maar met een militaire oplossing komen. Mm-hmm. En dat is wat is alleen al het feit of de perceptie van het Midden-Oosten van Amerika komt het hier eens arrangeren, is dat alleen al koren op de molen van de fundamentalisten en Een voedingsbodem voor frustratie? Zeer zeker. Ook al zijn de bedoelingen van de Amerikanen zuiver. Ja, want de bedoeling van de Amerikanen, ik kan ervan uitgaan, dat is een democratie, ze willen democratie installeren. Maar de vraag blijft nog altijd, hoe wordt dat ervaren door de Arabieren? En het is iets dat van buitenuit wordt opgelegd. Mm. En daar kan je niet aan voorbij gaan. Mm. Nu, het is het probleem, er moet altijd een politiek op lange termijn zijn. Hij moet inderdaad frustraties wegnemen. En een van de grootste is natuurlijk het Israëlisch-Arabisch probleem en alles wat er ronddraait. Dus dat is voor lange termijn. Dan zijn er zaken meer op korte termijn. Een feit is, men is met de hele zaak begonnen. De Veiligheidsraad heeft zoveel resoluties gestemd. Het wordt uitzichtloos. In de grond, hoe langer het duurt, hoe pijnlijker het wordt. Mm-hmm. En hoe gevaarlijk ook in die zin dat er allerlei reacties ontstaan. U geeft het zelf aan, behalve Amerika is er nog een land dat de Arabieren een doorn in het oog is. Als er al één land symbool staat voor de machtspolitiek van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, is het Israël wel. Zeker nu Irak er ongenadig van langs krijgt, vragen de Palestijnen zich af waarom Israël wel alle resoluties van de Verenigde Naties aan zijn laars mag lappen.
de dag dat de Joden Palestina in de staat gesticht hadden, voor ons dat de dag dat wij alles verloren hadden. En dan begint eigenlijk onze lange weg in de onderdrukking, bezitting en rechteloze, zoals rechteloze mensen in deze wereld leven. Il n'y a pas plus injuste aussi pour une mère que de voir ses enfants emprisonnés, sa maison détruite, ses autres enfants qui se font tuer, etc. C'est très terrible. Ze willen van de Palestijnen afgeraken. Ze willen één Palestina, die wordt dan volgens hun ideologie Israël, en het is gedaan. Israël ne pourra jamais user de faire, de violer les droits de l'homme, les droits internationaux de cette façon, sans la protection, le soutien des Américains. Amerika geeft heel veel wapens en geld. Het is wat het gaat rond de 5 miljard dollar dat ze per jaar gekregen hadden. Het is bijna 100 miljard van 67 tot 9 dat Israël van Amerika gekregen had. Dat is enorm veel geld. Ene mag alles, dat is een terwijl Israël, mag bezitten, mag onderdrukken, mag hij ze opblazen, mag mensenrechten niet respecteren. Het mag ook geen ene beslissing van de Veiligheidsraad of Verenigde Naties heeft uitgevoerd ooit in haar leven. Dat Israël moet zich terugtrekken in de bezette gebieden, herhaaldelijk, en dat de kolonies mogen niet gebouwd worden, de annexatie van Jeruzalem. En noem maar op, er zijn kamer vol beslissingen van de Veiligheidsraad. Israël heeft nooit één uitgevoerd, het altijd met de voeten getreden. Hè. En daartegen Israël, dat wordt nooit in actie genomen. Je ne peux pas comprendre comment on peut accepter cette propagande américaine de dire au nom de la démocratie on va aller intervenir en Irak. Ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi les droits de l'homme en Palestine s'en comptent pas? Mais c'est violé de tous les jours et depuis très très longtemps. Maintenant, je crois que les Américains sont en train de dépasser une étape extrêmement dangereuse qui risque de créer un fossé très large entre deux cultures, qui sont la culture occidentale et la culture arabo-musulmane. Donc c'est extrêmement dangereux et très très grave. Rudy, je bent er geweest. Delen mensen in andere Arabische landen de gevoelens van de Palestijnen? Voor hen is dat het basisprobleem. Als je het terrorisme wil aanpakken, dan moet je in de eerste plaats ook iets doen aan die etterbuil, aan die zweer die blijft leven. En dan zeggen zij, 18 resoluties over Irak, juist, maar er zijn er, als ik me goed herinner, 28 over Israël. En Amerika, het vetorecht mag nu niet gebruikt worden door Frankrijk en Rusland. Amerika heeft systematisch en veel meer het vetorecht gebruikt in de Veiligheidsraad, telkens het over Israël ging. Zolang je daar niets aan doet, blijf je met een dubbele moraal zitten. Als je die dubbele moraal niet aanpakt, dan heb je geen geloofwaardigheid als Westen in de Arabische wereld. Bert, waarom is het Westen daar zo dubbelhartig in? Ja, het Westen heeft uiteindelijk een groot probleem gemaakt. In de Tweede Wereldoorlog en daarvoor zijn de Joden op een afschuwelijke manier behandeld. Wat ze daarna gedaan hebben is het Engelse mandaatgebied gebruikt om juist een Europees probleem te exporteren. Ze hebben gewoon iemand anders de rekening laten betalen. We mogen niet vergeten dat Joden, net als andere minderheden in het Midden-Oosten, niet te klagen hadden. In Marokko woonden er zelfs nu nog heel veel. In Irak waren er veel Joden, in Jordanië, in Syrië. En die waren goede buren. Daar was geen enkel probleem mee. En dan, ja, dan wordt daar op de VN beslist dat er een Israëlische staat komt. Dus geen Palestina met twee volkeren, maar een Israëlische staat die dan later ingericht wordt op zionistische principes. Die er eigenlijk voor zorgen dat een echt samenleven tussen twee volkeren onmogelijk is. Want de staat moet Jood zijn. Ja? Hoe rijmt dat met democratie? Mm-hmm. Dat is de vraag. Is dat waarom Israël zo'n symbool is voor de hele Arabische wereld? Het is daardoor een symbool geworden, omdat er is veel aandacht voor Israël, omdat het voor een stuk ook te maken heeft met onze eigen geschiedenis. Het is andermaal een bewijs ook dat wij geen moedige beslissing genomen hebben en ervoor gezorgd hebben dat andere mensen dan maar de gevolgen moesten dragen. En dat weegt zeer zwaar in de Arabische wereld. Het is eigenlijk een open wonde. De open wonde tussen het Westen en de Arabische en de Islamitische wereld, daar strooit Israël elke dag een beetje zout in. En
Als ze dan, zoals Rudy ook zei, constant moeten vaststellen dat er een dubbele moraal is, ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus die geschiedenis, het ontstaan van Israël en dan de opvolging van Israël zonder eigenlijk de kritische stem die we wel voor de Arabische landen horen. Israël blijft er zout op strooien, zegt Bert. Waarom blijft het Westen dat pikken? Wij dragen een zeer grote verantwoordelijkheid, zoals reeds onderstreept werd, in al wat daar gebeurd is. Het is wel lang geleden. Je kunt moeilijk de tijdsklok terugdraaien. Je moet dus vandaag de dag een oplossing zoeken. Er is eigenlijk ruimte voor iedereen. Dat kan opgelost worden, maar beide volkeren moeten het gevoel hebben dat ze veilig zijn, dat het goed leven is. Zolang je aan beide zijden die 10% extremisten hebt, want daarover gaat het, langs beide zijden, die telkens wanneer een initiatief genomen wordt, een zware aanslag plegen in de ene of in de andere richting, ja, dan wordt het heel moeilijk. En ik moet, kijk, wij Europeanen dragen denk ik een zeer grote verantwoordelijkheid. Amerika draagt ook een verantwoordelijkheid. Maar Amerika houdt er zich meer mee bezig. Wat hebben wij Europeanen tot nu toe gedaan om het probleem op te lossen? Wij zeggen Amerika. Amerika is schuldig. Amerika is altijd schuldig. Maar wij moeten toegeven dat we zelf tot nu toe weinig concreets naar voren gebracht. Ik zie jou knikken, Bert. Dat is waar. Aan de andere kant kunnen we niet de beide partijen op hetzelfde niveau plaatsen. U zegt, er is ruimte voor iedereen. Wel, inderdaad, maar als we zien dat bijvoorbeeld de bezette gebieden, die slechts nog 22% van het oorspronkelijke Arabische gebied, of oorspronkelijk Palestijnse gebied uitmaken, dat daar nog een constante bezetting is. En als je dan zegt dat de extremisten daar ervoor zorgen dat het samenleven onmogelijk is, dan halen we toch wel de situatie een beetje ondersteboven. Ja. Kan je gemiddelde Arabier wijsmaken dat Amerika democratie wil brengen zolang ze de bezetting van de Palestijnse gebieden laten betijen? Zeker niet, omdat ze die kans niet hebben. Bovendien hebben ze eigenlijk Arafat. In eerste instantie hebben ze dan Arafat gesteund met de Oslo-akkoorden, die ook geen modelvoorbeeld is van een niet-corrupte dictator, om zo te zeggen. Maar ook wat ik vind is dat je verwijt eigenlijk Israël en de Palestijnen dat ze die harde terreurlogica en tegenterreurmaatregelen, die militaire logica volgen. Wat Amerika doet met Irak is exact dezelfde logica volgen. Waarom zou het dan werken in het ene geval en niet in het andere geval? Het is hetzelfde type politiek. Het ligt toch wel anders. Het regime van Saddam heeft zeker intern heel veel tegenstanders. En je kunt hopen dat die tegenstanders zorgen voor een leefbaar alternatief. Maar waarom Saddam? Waarom dan niet Syrië? Waarom dan niet, ik weet niet hoeveel andere landen, waarom dan niet Saudi-Arabië? Kijk, het verschil is, Saddam is totaal onbetrouwbaar. Saddam is de man die tegen zijn eigen bevolking zenuwgas gebruikt heeft. Dat heeft zelfs Hitler niet gedaan. Nee, één klein voorbeeld. In 1917, ik heb ook geschiedenis gedaan, in 1917 zijn de Britten Bagdad binnengetrokken. We komen jullie bevrijden. Het is niet gebeurd. In 1920, toen er een opstand was in het noorden, hebben de Britten als eerste gifgas gebruikt tegen de Koerden. Met luchtwapens. Exact hetzelfde. Waar heeft Saddam zijn les geleerd? Ik geef toe dat het Westen niet altijd een mooie rol gespeeld heeft. Maar kijk. Ik wil eigenlijk, want de tijd dringt, ik wil afsluiten met de vraag welke rol het Westen en dan meer bepaald Europa kan spelen en zou moeten spelen. U heeft gezegd, Europa als de Verenigde Naties een oorlog steunen, moeten we meedoen. Wel, kijk, we zijn lid van een club. Als een club tot die beslissing komt, dan denken dat we solidair moeten zijn. En zeggen, kijk, we moeten niet meedoen als de Verenigde Naties dat niet stemmen. Maar als de Verenigde Naties dat stemmen, dan denk ik dat het onze plicht is. Anders kunnen we geen lid zijn van wat moeten we doen als Amerika toch ten strijde trekt, ondanks of zonder een mandaat van de Verenigde Naties? Ik denk dat we ons dan aan de zijlijn moeten blijven staan. We zijn het daar niet mee eens. We zijn daar niet gelukkig mee. Waarschijnlijk hebben ze een aantal redenen, want het probleem is ook, Europa weet niet echt goed wat er gebeurt. Europa heeft geen goede inlichtingsorganen. Europa heeft geen goede beslissingsorganen op politiek vlak. Europa is een economische familie die zeer rijk is, maar die eigenlijk op zichzelf leeft
in een hoge mate van protectionisme, die zich afsluit van de wereld en die zich meer en meer afsluit van de wereld en die nadien een verwijtende blik werpt, een verwijtende vinger naar de Amerikanen. Bert? Die verwijtende vinger is inderdaad correct. Aan de andere kant denk ik dat we een traditie, sinds enkele jaren toch een traditie hebben voor respect voor mensenrechten en ook echt een soort betrokkenheid met de bevolking. En dat maar, is nu, maar wat doen we eraan? Ja, wat ja, doen ja goed, we eraan? Goed, goed. Wat doen we eraan? En zou ik wil... Ik kan ook begrijpen dat uiteindelijk de vredesstrategie tot niet veel leidt. Ik vind ook het eigenlijk zeer spijtig dat bijvoorbeeld onze politici niet nadenken over wat er moet volgen nadat Saddam verdwijnt, omdat dat juist niet zou passen met de vredeslogica. Ik denk dat dat verkeerd is. Hè? Want net nu de Amerikanen dreigen de oppositie aan de kant te schuiven, ligt er uiteindelijk een gans territorium open. En Europa wil dat niet bewandelen. Waarom? Omdat wij voor de inspecties zijn. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om massavernietigingswapens. Het gaat om veel meer. Ja, goed, als wij ons dan op die manier compleet buitenspel zetten, dan zijn we laffe struisvogels. We zeggen, nee, nee, de Amerikanen zijn zo, zij doen maar. En dan gaan we achteraf, zoals u zegt, verwijten en zeggen, kijk, natuurlijk, de Amerikanen zijn zo bezig, maar wij gelukkig niet. Maar ondertussen hebben we niks gedaan. Rudy, merk jij bij de Arabische bevolking een verschil in perceptie of in reactie tussen Europeanen en Amerikanen? Maar, of zijn we allemaal westerlingen? Nee, nee, zeer zeker, zeer zeker. Als ik de laatste weken lees in verschillende Arabische kranten, in columns, dat er een as van het kwaad is. En met de as van het kwaad waar Bush naar refereert, bedoelen zij niet Korea, Iran, Irak. Zeggen zij heel letterlijk, dat is Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Israël. Met die woorden, ik vind dat heel cynisch, dan vind ik het een godsgeschenk. Dat Europa een andere koers volgt, en dat wordt ook zo bekeken daar. Een koers die maakt dat dit niet als een botsing tussen beschavingen, als een botsing tussen het Westen, de christelijke wereld, denk aan de kruistochten, en de Arabische wereld beschouwd wordt. Maar we moeten dan een alternatief aanbieden. Zolang we aan de zijlijn blijven staan, kritiek uitoefenen en geen alternatief hebben, en er bestaat een oppositie, en er zijn mensen waarop we kunnen inspelen. Laat ons daar iets aan doen. En indien het wat kan Europa doen? Militair staan we hopeloos achter. Beeld, ja, inderdaad. Maar wat kunnen we dan maar doen? Maar beeld u in dat de oorlog plaatsgegrepen heeft. Dan denk ik dat we een rol moeten spelen in de heropbouw van de maatschappij. En dat zal tijd vergen, maar dat is in het voordeel van iedereen. Dat is de oude zwakte. Bert, jij schudt van nee. Nee, want we kunnen toch niet laten gebeuren dat er eerst heel wat fouten gemaakt worden om dan zelf wel het oplapwerk te organiseren. Dat is, maar wat dat, we nu bezig zijn... Ja, natuurlijk. Ja, dat heb ik ook net gezegd. We moeten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk fouten gemaakt worden. Dat is het idee. En dat doen we nu niet, want we participeren niet in het debat over wat er moet gebeuren eenmaal er troepen zijn in Irak zelf. Ik zeg niet dat we ook massaal troepen moeten steunen. Ik denk dat het contraproductief zal zijn en dat we op die manier niet het vertrouwen opbouwen. Maar dus de politieke weg waar Europa toch tamelijk sterk in is, die hebben we niet bewandeld. Die hebben we compleet afgesneden. Onze minister Louis Michel heeft gezegd, nee, geen Iraakse oppositie in Brussel, want wij zijn voor de inspecties en we moeten ervoor zorgen dat op lange termijn Irak ontwapend is. Maar goed, oké, Irak moet ontwapend worden, maar het zal niet gebeuren via inspecties. Iedereen weet dat. Maar wat kan Europa dus concreet doen, iets anders dan militair? Wel, contacten onderhouden met de verschillende stromingen in de samenleving. Contacten onderhouden met de vertegenwoordigers die wel zeggen van ja, kijk, we willen ook een ander Irak. Maar die worden nu als pro-Amerikaans afgedaan. Die worden nu bijvoorbeeld bepaalde verenigingen zoals het Iraaks Nationaal Congres, het Iraaks Nationaal Akkoord, ook de Koerden, de Shiiten, daar wordt eigenlijk heel weinig mee onderhandeld. Vooral omdat ze ja, in de boot van de VS zitten. Maar nu zien we net dat de VS die mensen beetje bij beetje uit hun boot smijten. Wel, dan denk ik dat we echt wel er iets mee moeten doen. Rudy? Wel, wat ze zeker niet moeten doen, is wat ze altijd gedaan hebben. Dat is namelijk de Amerikanen laten vechten en de Europeanen moeten achteraf de rekening betalen. Ik ben het met u volledig eens in principe, maar de feiten zijn wat ze zijn. En daar moet je mee leven en moet je proberen zo goed mogelijk... Dat is juist de onmacht van Europa, dat je de feiten aanvaardt zoals ze zijn. Ja. Waar staat Amerika op dit ogenblik voor, is unilateralisme. Eenzijdige militaire aanpak. Je moet niet wachten tot na
de oorlog. Je moet zeggen, nu moeten we de multilaterale aanpak volgen. Er is een proefballon opgegooid, enkele weken geleden nog, waaruit blijkt dat men misschien zou kunnen blauwhelmen sturen om Irak te ontwapenen of te controleren, om de inspecties te ondersteunen. Dit zijn initiatieven dat die naar mijn aanvoelen Europa kan ondersteunen en doen. En daar ook de rekening voor betalen. Dan. Absoluut. Niet achteraf om de brokken te lijmen. Maar hopelijk hebben de betrokkenen dit laatste gehoord. Ik moet iedereen bedanken. Rudy Franks, Luc de Vos en Bert Cornili. Geen dank. Dit was Nachtwacht. Vandaag is het Vrouwendag. En daarom nodig ik volgende keer alleen maar vrouwen uit. Criminologe Kaat Raas begeleidt slachtoffers van pesten en stalking. En zij beweert dat vrouwen elkaars ergste vijanden zijn. Ze zien andere vrouwen als concurrenten en gebruiken de subtielste trucs om elkaar een hoge hak te zetten. Ik confronteer haar met de coming woman van de Belgische politiek, Freya van den Bossen. Nog een fijne avond en tot de volgende keer. We'll be right back.